Welkom bij deze video. We gaan weer beginnen, jongens. Gert en Lex zijn er al. Ik was wat later. We gaan de tomatenplanten opruimen. Wat dingetjes planten en oogsten. Dus dan gaan we aan de slag. Kijken jullie mee? Ik plant hier een mooie veldsla die ik zelf in de kast heb opgekweekt. Ziet er goed uit. Gaat nog even in dit bedje en dan gaat hier daarna gaat zo meteen de boogjes met vlies eroverheen. En de paden heb ik verdiept van de bedden, zodat er geen vocht in de bedden komt staan en ze dus droog staan, soms ook in de winter. En dat betekent dat ze gewoon de hele winter door kunnen groeien en ja, eens even kijken wat deze winter aan het veldselaar zeg maar, nog kan oogsten. Dus ik hoop erop. Zo, de twee bedden in de kast zijn klaar. Goed uit, hè? Tomaten hebben we weggehaald met Lex en Gert. Daar ben ik super blij mee. Er kunnen deze bedden aangeplant worden met veldsla en spinazie. Zo, kijk, pak zo die vrijdag geoogst gaat worden. Dus ik ga verder nu even met de Ramanas oogsten, omdat ik wil weten hoeveel ik daarvan heb. En ik moet een bestelling klaarmaken. Met oogsten, dus de rest van de middag weer druk. Hopelijk later deze week de bedden nog aanplanten. Oogstdag, vrijdag. Willemien en Lex zijn bezig met boerenkool aan het oogsten. Jan is met paprika's bezig en ik ga de ijsbergsla doen en straks nog de paksoi en wat Chinese kool oogsten. En dan hebben we dit voor deze week alweer klaar, dus ik hoop dat we tijd hebben om het op het onkruid nog wat te richten. Nog wat te wieden en te schoffelen, nu het droog is. Volgende week gaat weer wat meer regen, hè? Dus nu nog het weekend mooi droog. En kijken of we nog eventjes wat paden en zo netjes kunnen maken en tussen de groentes. Dus, daar ga ik het op richten en dan die twee bedden in de kast nog even aanplanten, maar dat zal vanmiddag wel worden. Dus gaan we aan de gang. Spinazievak even aangepakt hier zo met vier bedden, de paardjes goed geschoffeld. Bij de bed zeg maar met de lange gras even met de hand verwijderd. Want als je die schoffelt en ze blijven liggen, dan komen ze al snel weer op. Hè? Die worteltjes die in de grond zitten. Dus die heb ik verwijderd en die hark ik even op de paardjes. Dus nu daartussendoor geschoffeld, dus dat is klaar. Nu hark ik de paardjes even op, zodat de onkruid ook afgevoerd is. En daarna kunnen de boogjes er overheen, daar kom ik nu denk ik niet helemaal aan toe. Boogste overheen en dan vliesdoek, want volgende week wordt het echt frisser. En dan kan die spinazie, die staat net even wat warmer in een klein microklimaat. Hè, en dan kan ze wat beter doorgroeien.
spinazie ingepakt. Zo, was even lekker een uurtje. We gaan even wat schoffelen. Ik heb spinazie onder vlieshoek staan. De eerste nachtvorst is hier volgens mij een feit. Het is hier lekker vochtig en ik zie dat hier zo verschillende kropjes hebben wat vorst erop staan. Zie? Dus ik denk dat hij net gevroren heeft. Een beetje lullig dat ik net bedacht om de boerenkool eraf te halen deze week, maar goed, dat wel. Dus dat zitten we op. We hebben met wat onkruid hier gedaan. Bijvoorbeeld de salanova hebben we gisteren rustig vrijgemaakt van de onkruid. Mooi is dat ik natuurlijk vrijwilligers heb en die kunnen. Ik vind het ook leuk om te helpen met onkruid. Gewoon iets netjes maken, weet je wel. Dus dan hoop ik op het gedeelte wat ik dit jaar in gebruik heb genomen, heb ik best wat onkruid druk. Hoop ik deze winter daar een hoop aan te kunnen doen. John die komt als goed is vandaag compost brengen. En dan heb ik de bedden kan ik dan ook bedekken met compost die hier vrijkomen. Dus kijk eens hoe die bijvoorbeeld de rucola hè, prachtig aangegroeid misschien. Hier begint de pakzorgoogst. Zijn bed kan ik volgende week nog even klaarmaken om ook weer tatzooi in te planten. Hier weer sla, puksla. En daar veldsla geplant. Dus kastje weer vol. De laatste paprika's zijn volgens mij geoogst. De volgende week moet alleen de. Of volgende week, dat weet ik niet zeker, maar volgende keer zeg maar alleen de pepertjes nog. Daar had ik volgens mij iets van 18 planten gezet. Die staan hier. Dus die eventjes oogsten en tellen. Kijken hoeveel ik in mijn groententas heb en hoeveel ik er dan bij moet bestellen. Want uiteindelijk is dat volgens mij best wel aardig oogst. Alhoewel paprika's natuurlijk meer geven. Maar goed, die hebben we echt allemaal geoogst. Dat ik, ik denk twee grote bakken vol. Ik weet niet precies hoeveel kilo het is. Maar, dus dan zullen we even kijken of een deel van de paprika planten er ook al uit kan. En daarvan dacht ik, die ga ik gewoon klaarmaken om te zaaien. En dan moet ik eigenlijk informatie hebben wanneer je bijvoorbeeld spinazie zou moeten zaaien voor in de kas. Voor volgend jaar, zeg maar. Dat je vroeg, zeg maar, begin maart of zoiets. Voor de loop van maart, zeg maar, spinazie kan oogsten. Goed, dan moet ik nog even achteraan, want dat weet ik niet. Dus dat was hem eigenlijk voor deze week. Ik moet meer vlieshoek gaan zetten, want het wordt echt wel fris volgende week. En als dat voor elkaar is, dan zijn gewassen beschermd tegen eventuele vorst. Wat natuurlijk niet onbelangrijk is. En want ik liep me wel een beetje te balen dat het hier in het dorp, zag ik, was het zeg maar 3,5 graden geweest. Maar het moet hier echt iets gevroren hebben. Ik liep al te balen van deze raapsteeltjes. Maar hier die zijn gewoon vochtig. Die hebben dan weer net geen vorst eroverheen gehad, zo te zien. Dus dat is wel interessant. Goed. Kijk, dit is het plaatje van de opkomende zon over de tuin, jongens. Prachtig, hè? Zit het weer op deze week. Ik zeg jongens, bedankt voor het kijken en tot volgende week.